Goedemiddag iedereen, vrienden, familie, kennissen, zakelijke contacten, alle genodigden en alle volgers op Instagram die ik nog nooit heb gezien. Welkom iedereen. Vandaag is mijn boeklancering. ik ben zenuwachtig. Ik ben echt nooit zenuwachtig. Maar ik ben vandaag wel zenuwachtig. Ik ben heel blij dat jullie er allemaal zijn. Dat jullie allemaal de dresscode hebben gehouden. Jullie zien er prachtig uit. Dankjewel. Dat was nogal wat. Ik denk dat we gewoon gaan beginnen. Er ontbreken nog wat mensen. Maar ik denk dat ze er zo komen. Ik zie mijn tante helemaal achterin zitten. Stef, kom je niet lekker voorzitten? En dus. Ja, wat zeg je lieve? Ik ga het straks aannemen. Ja, ik ga het straks aannemen. Dat is mijn tante van de taarten. Even denken, ja, ik ga gewoon beginnen. Ik ga jullie vandaag meenemen in het verhaal achter het boek. En ik begin nu al te janken, Jezus. Ik ben een beetje overweldigd. Nog meer familie? God, wie heeft de tissues voor mij? Ja, ik ga mezelf even herpakken. En trouwens, goedemiddag iedereen thuis die meekijkt via de livestream. Ik ga jullie vandaag vertellen... Sorry, wat een toestand. Ja, ik ga jullie vandaag vertellen over hoe dit boek tot stand is gekomen en welk proces ik heb doorstaan en waarom het boek er is en wat ik ermee hoop te bereiken. En ik ga proberen om minder te huilen. Ik begin in mei 2020 met het overlijden, of ik moet het goed zeggen, met de moord op George Floyd. George Floyd was een Amerikaanse zwarte man. Die is vermoord door een witte agent. Hij was niet de eerste en hij is helaas ook niet de laatste die dat heeft meegemaakt en die op zo'n manier tot zijn einde is gekomen. Ik was destijds al best lang actief op Instagram. Ik had niet heel veel volgers, 3100 denk ik. Of weet ik zeker, want ik heb een fotografisch geheugen. En ik vertelde al het een en ander over antiracisme. En daardoor kreeg ik van mijn volgers eigenlijk de vraag... Chanel, wat kan ik tegen racisme doen? En ik kreeg die vraag niet 1 keer, niet 2 keer. Ik kreeg hem denk ik 50 keer per dag in mijn inbox. Ik heb een prachtige partner en we hebben een prachtig kind. Maar ik zat de hele dag op mijn telefoon. Omdat ik vragen aan het beantwoorden was... En op den duur dacht ik, ja, dat moet ik handiger doen. Ik ga al die vragen, of die antwoorden ga ik gewoon copy-pasten. Want de vragen waren ongeveer hetzelfde. Wat kan ik doen tegen racisme? Mijn oom die zei iets racistisch, hoe moet ik hem daarop aanspreken? Wat zeg ik op het werk als er een zwarte Piet is? En een van mijn eregasten is er, sorry. Bren, kan je voor zo zitten? En... ik ging die antwoorden dus kopiëren en plakken. En toen dacht ik van ja, dit kan efficiënter. Dit kan handiger. Ik ga al die vragen verzamelen. Ik ga ze structureren, op een logische volgorde plaatsen. En dat ga ik dan beantwoorden via een soort van webinar. Wel betaald, want ja, hè? Moet gewoon ik betaal niet de huur. Maar het moet wel betaald worden.
En zo werd eigenlijk de antiracisme-webinar geboren. Met de naam Wat kan jij tegen racisme doen? Antiracisme-webinar. En deze foto die ging toen een beetje viral. Ik dacht met 50 aanmeldingen, dan is mijn inbox wat rustiger. Met 100 aanmeldingen heb ik een lekkere maand financieel. En ik had meer dan 1000 aanmeldingen. En ja, dat was de antiracisme-webinar. Het is een webinar die nu een masterclass heet. Ik geef hem nog wekelijks. Heel veel organisaties huren me in om die webinar te geven. En daar mag ik dan hun werknemers leren hoe zij tegen racisme kunnen strijden. Vervolgens kwam er een initiatief vanuit Amerika overwaaien. En dat heet Share the Mic. Share the Mic is een initiatief waarbij eigenlijk invloedrijke witte vrouwen hun platform afstaan aan zwarte vrouwen. Om op die manier hun stem te vergroten. Want we hebben natuurlijk al een stem, maar die stem die wordt niet echt gehoord. En dat mocht dus, dat mocht meer. En ik werd heel veel benaderd door mensen die zeiden van... hey, Share the Mic, nou, dat is echt iets voor jou. Ga je er wat mee doen? Maar ja, ik was gewoon heel druk met allerlei andere dingen. Maar er was wel een organisatie in Nederland die dat had opgepakt. Dus op die dag, dat was woensdag, dat is mijn dag met mijn kindje... heb ik een post geplaatst van... hey, ik doe er zelf niets mee, maar dit is wel aan de hand vandaag... En weet je, kijk even naar Share the Mic Now Nederland. En kijk welke Instagram takeovers er zijn. En daarna ging ik met mijn zoon op pad. We gingen het park in. En ik was ook met hem lekker aan het spelen in het park. En toen werd ik gebeld door Josephine. Josephine is er helaas niet vandaag. Ze is de hoofdredacteur van de Cosmopolitan. En ze hebben gewoon een deadline, dus ja. Kon ze er helaas niet bij zijn. Maar zij belde me op en ze zegt... Nina Pearson wil dat je haar Instagram overneemt. En ik zei, wie is Nina Pearson? Ik was niet heel bekend zeg maar, in de influencerwereld en in de BN'er-wereld. Dus ik wist niet wie het was. Maar Nina Pearson is een badass businesswoman. Ze is de eigenaresse en de oprichter van Sla. Dat is een saladebarketen en dat heeft... Op zijn minst, want ik weet niet of het nu al meer zijn... maar op zijn minst 12 filialen in Nederland. Dus best een grote persoonlijkheid. En ik mocht haar Instagram dus overnemen. Kindjes zijn gezellig aan het kletsen. ik mocht haar Instagram dus overnemen. En vanuit het park, ik lag echt letterlijk met die kleine in het park... was ik dus aan het Instagrammen op haar profiel... En eigenlijk een beetje een beginnersstappen in antiracisme en aan het vertellen wat ik deed. Heel veel vragen, heel veel interactie met haar volgers. En tegelijkertijd gingen mijn volgers ook omhoog. Ik ben marketingvrouw, dus ik dacht van... hey, dit is een hele goede manier om meer mensen te bereiken en om zelf ook te groeien. Dus dat ga ik vaker doen. En ik kreeg ook heel veel aanbiedingen van andere influencers... En toen heb ik besloten om een week lang Instagram takeovers te doen. Ik heb van Madeleine van de Nieuwenhuizen, ik ken heel veel mensen als Zijkschrift. Nou, zij heeft een gigantisch platform, ik heb haar Instagram overgenomen. Ik heb van Helene Lameijer overgenomen, dat is Make Science Work. Zij is EHBO-arts en bij haar had ik het over racisme in de zorg. Ik heb van de Elle, van het tijdschrift, hun Instagram over mogen nemen... En ik heb van Florine Duif, die zit er ook, heb ik haar Instagram over mogen nemen. En bij haar had ik het over antiracistisch opvoeden. Maar dat was dus een week lang de Instagrams van andere mensen overnemen en vertellen over verschillende aspecten eigenlijk van antiracisme. Vervolgens werd ik opgemerkt door mensen die mij niet zouden zien als ik dat niet had gedaan. Dus ik kreeg in juli 2020 een mail in mijn inbox van Romy. Dat is mijn boekredacteur bij AW Bruna. Ik weet niet of je wel eens hebt nagedacht over het schrijven van een boek... maar het lijkt me leuk om samen te brainstormen over mogelijke ideeën. En ik dacht, yes! het is zo een beetje Amerikaans, weet je. Boekdeal, heel erg imponerend.
En ik dacht van, wauw, weet je, ik was echt heel erg vereerd. En ik ging kijken naar wie is dan A.W. Bruna. Maar ik had wel net het boek van Mark de Hond gelezen. Hij is inmiddels overleden, maar hij heeft een boek geschreven, zeg maar, in de aanloop naar zijn sterven. En hij heeft A.W. Bruna gekozen als uitgever. Dat zegt voor mij heel veel. Daarnaast is A.W. Bruna gewoon een van de meest gerenommeerde uitgevers uit Nederland. Dus ja, ik was gewoon heel erg trots dat ze mij daarvoor hebben benaderd. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ging schrijven. Nee, ik ging eerst tekenen, sorry. Ik ging eerst onderhandelen. Altijd onderhandelen. Ik wil meer royalties, ik wil meer percentages van dat. En dat werd allemaal gehonoreerd, want anders waren we hier niet. En nou ja, toen hebben we 7 oktober 2020 heb ik mijn contract ondertekend met natuurlijk Bubbles. Maar het was vroeg, dus Mimosa. En ja, daarna begon dus het echte schrijven. En schrijven en schrappen en schrijven en schrappen. En ik was maanden bezig met ja, een invalshoek. Hoe schrijf je een boek? Like, how do you do that? Dus ik deed maar wat. En ja, ik had best wel veel. Totdat ik toch een openbaring kreeg. In een hot tub in Volkshotel. Ik was het boek... Ja, deze foto is helemaal niet geanceneerd, hè? Is heel, hoe noem je dat, spontaan. Nee, ik was het boek van Laila F. Saad aan het lezen. En ik weet niet waar Sharon of Sharona is. Maar dat boek heb ik gekregen. Ik hoop dat ze er ergens is. Dat boek heb ik gekregen. En terwijl ik dat boek aan het lezen was... Witte Suprematie en Ik is ook een boek over antiracisme. Merkte ik dat ik eigenlijk Laila's stem hoorde in mijn hoofd. Dat was echt vanuit haar geschreven, met haar persoonlijkheid en haar eigen manier van communiceren. En toen dacht ik, oh, maar dat mag dus ook. Dus ik mag gewoon mezelf zijn, zeg maar. En toen begon ik opnieuw, in april. Terwijl mijn boek dus bijna af moest zijn. Maar het ging goed. Ik schreef echt 3000 woorden per dag. Ik was echt, net als Paw Patrol, on a roll. Ja, sorry, alleen ouders kennen dit, denk ik. En ja, dus het ging echt heel goed. En toen was het boek af. Toen mocht het eindelijk naar de vormgever. Dat is degene die ja, de mooie opmaak van het boek heeft gemaakt. Oh, mijn andere eregastjes zijn er. Ja, ga maar even kijken. Ja, jullie moeten... Ga maar daar zitten. Er is plek zat. Wat zijn jullie mooi. Ja, toen mocht het boek dus naar de vormgever. En toen dacht ik, ik ben klaar. Maar ik was niet klaar. Je moet je boek 80 miljoen keer terugsturen en opnieuw lezen. Voordat het klaar is. En dan is het nog niet klaar. Ik zat er een beetje doorheen. Ik denk dat de mensen die me op Instagram volgen daar het fijne van wel weten. Maar ik, ja, het was zwaar. Maar ik wil me vandaag, ja, ik wil gewoon focussen op het positieve en op het mooie ervan. Want het boek is er wel. Een boek schrijf je niet alleen... Ja, dit moest bij de vorige tekst, maar ja, ik ben er al. Een boek schrijf je niet alleen, je leest het vervolgens nog echt een miljoen keer. En ja, dat heb ik dus echt wel gemerkt. Het is, je stuurt het naar de editor, het komt terug, dan moet je het opnieuw lezen. Dan moeten de dingen weer terug aangepast worden. Dan stuur je het weer naar de editor, dan komt het weer terug. Het is niet zo makkelijk als dat ik had gedacht. Maar gelukkig hoefde dat lezen niet altijd onprettig te zijn. Nou ja, ik was, net had ik al een foto in het Volkshotel. Daar was ik op uitnodiging. Ik mocht een paar dagen echt keihard gaan werken aan het boek. Dat heb ik niet gedaan. Ik zat boeken te lezen en ik zat in de hot tub. En hier was ik uitgenodigd in Rotterdam door Unplugged Hotels. En hier was ik wel echt met de laatste versie van het boek bezig. Dus ik had echt zeg maar alles uitgeprint en ik zat hier op een terrasje natuurlijk weer met Bubbles, want ja, het boek was af. En ik zat hier weer te strepen en te schrijven en te schrappen en dingen aan te passen. Maar uiteindelijk ja, was het toch wel af. Echt af. En toen mocht ik het audioboek inspreken. Oh, dat was zoveel werk. Ik weet niet waarom ik dat zelf wilde doen.
Het was echt... ik had een hele fijne begeleider, Mirjana. Ik weet niet of ze er zit. Ik had haar wel uitgenodigd, maar zij is stem... Nee, niet stemacteur, stemcoach. En zij heeft me dus geholpen om het boek in te spreken. Eén tip voor mensen die een boek schrijven en die ook het audioboek, die ook een audioboek gaan inspreken. Of nee, een tip voor mensen die een boek schrijven. Spreek eerst een audioboek in, want je komt geheid nog fouten tegen. Maar ja, alles kan natuurlijk aangepast worden in een volgende druk. Dus dat zal ook gebeuren. Dit stond voor me klaar toen ik het audioboek mocht inspreken. Ja, het was gewoon een fijn proces. Het begin was heftig. Ik mocht voor het eerst het voorwoord lezen. En dat kwam nogal binnen. Nou ja, jullie zagen dat ik kwam hier op het podium. Ik begon al te janken. Dus ja, het was ook daar raak. Maar ja, ik heb me er doorheen geslagen. Het audioboek komt denk ik over een paar weken uit. Dus voor de mensen die geen zin hebben om te lezen met de ogen, kan je ook lezen met de oren. Ik heb het zelf ingesproken dus. Dus het is echt precies zoals hoe ik het bedoel. Dat is wel fijn. Dan ga ik nu een paar mensen naar het podium roepen en dan ga ik weer janken. Ik wil mijn meisjes hebben. Kom je maar aan deze kant. Mijn tante en mijn vader en mijn zus. Dit is een klein gedeelte van mijn familie. ja, oké, okay, ik ga... Oh, nou, die komt... dat is een groot deel van mijn familie. ja. Ja, dat is fijn. Dankjewel. Oké. Okay. Sorry. Ja, ik wil... Wil je hier zitten? Nee? Oké, ga maar bij opa staan dan. ja, dit gaat niet werken zonder te huilen, dus we gaan er gewoon doorheen. Ja, heel veel mensen die me hier volgen op Instagram... Nee, ja, jij mag hier zitten. Sorry, mijn kind gaat altijd voor. Even kijken. Ja, ik ben... Ja, jij mag ook praten, maar deze staat toch uit. Ja! Goed gedaan. Ik ben de vrouw die ik ben. Jij mag deze straks. Ik ben de vrouw die ik ben en ik ben de... Ik ga conflicten aan op de manier waarop ik het aanga door drie vrouwen in mijn leven. Dat zijn Sandy, Judith en Soraya. Dat is Soraya. Ja. Ja, neem maar mee. Als het gaat lukken, zet mijn Paw Patrol aan. ik ga beginnen bij Sandy. Sandy die, heeft mij geleerd om in de aanval te gaan. Dat is mijn nicht. Dat was mijn nicht. Zij is... Nee, sorry, ik ga terug. Ik ga beginnen bij mijn zus. Soraya. Die staat hier, met een spijkerjasje en haar dochter. En ik hoefde vroeger nooit gevechten aan te gaan, omdat dit mijn zus is. Dus ik heb heel lang in mijn leven geen gevechten gehad, geen ruzies gehad, omdat iedereen bang was voor mijn zus.
Dus ik ben heel beschermd wat dat betreft opgevoed. En de eerste keer dat ik zeg maar wel een gevecht had en voor mezelf moest opkomen, was daar Sandy. En Sandy is achter mij gaan staan. Ze zei, je gaat nu in de aanval, want je backup staat hier. En toen durfde ik voor mezelf op te komen. En ik durfde in de aanval te gaan. En dan had je ook Judith. Dat is het zusje van Sandy. Sorry. Dat was het zusje van Sandy. En toen ik in 2015 keihard racistisch werd bejegend. Sorry, marketing, mijn boeken moeten anders omstaan. was ik heel emotioneel. Ik was heel kwetsbaar. En ik liet dat zien. En Judith belde me op en ze zei, ik ken je niet zo. Ik ken je als een sterke zwarte vrouw. En dat is wie je bent. En ik vind dat zwarte vrouwen ook mogen laten zien dat ze kwetsbaar zijn. Maar wat ze zei klopt wel enigszins. Want ze zei, gun mensen niet het genot om je pijn te zien. Ze gaan je pijn doen, maar gun ze niet dat genot om dat te zien. En dat heb ik meegenomen. Ik heb van mijn pijn mijn kracht gemaakt. Ja, probeer maar om mijn zoontje heen te kijken. Hij mag altijd doen waar hij zin in heeft van mij. Jawel. dat is zijn oom. heb door deze drie vrouwen, ben ik mezelf geworden. En heb ik geleerd om met conflicten en met gevechten en met discussies en door het leven te gaan. En daarom vind ik het heel belangrijk om deze boeken aan mijn tweede moeder, maar hun echte moeder, mijn tante te geven. Dit is de moeder van mijn nichten. Dit zijn haar geweldige dochters. Amber. Zoe. Ja, kom maar hier staan. Dan kunnen jullie ook op de foto. Ik denk het niet, mijn ook niet. Yes. En Jada Chanel, hele belangrijke naam. Ja. Nou, wie denk je dat zij vernoemd is? dit zijn de dochters van Sandy en dit is Sandy's moeder. Sandy is vorig jaar in maart overleden. Dus we hebben haar niet meer. Maar ik heb jullie. En dit is mijn neefje Brenly. Mijn grote neefje Brenly. Brenly is de eerste kleinzoon van mijn tante. En de enige zoon van Judith. Judith is helaas in maart 2018 overleden. Dus haar hebben we ook niet meer in ons midden. Maar ik heb Bren. En Bren heeft het voorwoord van mijn boek geschreven. Dus het was heel fijn. En daarom vond ik het heel belangrijk dat zij de eerste exemplaren van mijn boek krijgen. En mijn vader die hoort gewoon op het podium, want het is mijn vader. En mijn moeder die is thuis. Ik heb gewoon een moeder, ze is thuis. Ze is net zoals ik, ze houdt niet van mensen. En ze zei, ik kom niet. jullie mogen weer gaan zitten. Dankjewel dat jullie dit moment met me hebben gedeeld. Oké, hij gaat er al mee. Mag deze weer aan? Super, dan ga ik het gewoon hier verder doen. Ik ben heel tactisch, omdat ik wist dat dit dus echt
heel emotioneel zou worden. Dankjewel, lieve. Heb ik hierna een luchtige quiz in elkaar gezet. Dus we gaan over naar de antiracisme quiz. Dus niet de racisme quiz, de antiracisme quiz. We gaan kijken hoe antiracistisch jullie zijn, hoe veel kennis jullie hebben over bepaalde woorden. Het zijn heus niet heel veel vragen, maar ik denk wel dat het even leuk wordt om te doen. Ik wacht even tot de slides gaan naar de slide over Menti. Super, want ja, we houden rekening met de mensen thuis. Dus reageren kan via menti.com. Ik gok dat bijna iedereen een smartphone heeft. Dus je kan meedoen en dan moet je even de code... ja, jullie zien het natuurlijk heel groot. Er is wifi. Ding is, even kijken, het is zwijgersalen of zo. En het wachtwoord is de zwijger. Dus ik wacht even een beetje, ik ga even een beetje doorpraten. Tot... zeg maar hallo alle mensen. Oh, er is geen verbinding hier. Nee, dan moeten jullie denk ik even allemaal op de wifi. Ja, ja. Ga maar, ik ga je bij papa, ga je bij papa gooien. Kijk, Jonas in de wat het is. Je mag zo weer bij mij. Even denken. Ik denk dat we naar de eerste vraag gaan van de quiz. Oh nee, ik wacht nog heel even. Dan wacht ik nog heel even tot iedereen een beetje iets gevonden heeft. Ja, ik denk dat we dan... Voor de mensen in de zaal die geen verbinding hebben met hun eigen 4G of 3G of 5G. De wifi is dus zwijgersalen of iets dergelijks. En dan kan je inloggen met de code de zwijger. Kleine letters allemaal. Dus dan heb je verbinding. En dan ga ik in de tussentijd denk ik toch maar even door naar de... Oh, dat kan ik zelf weer doen, zeker. Of doen jullie... Oh nee, dat kan ik niet doen, zie ik. Ik leg het klikkertje weer neer. Gaan we door naar vraag 1. Ja, ik kan dat niet lezen. Dus ik ga zo staan. Maar de vraag staat linksboven. De antwoorden die zie ik al binnenkomen. De vraag is, wat is racisme? En dan is 1 wit zeggen in plaats van blank. 2 de combinatie van raciale vooroordelen en macht. En 3... het QR-codebeleid ter bestrijding van corona. Ja, ik denk dat het juiste antwoord met vlag en wimpel heeft gewonnen. Nee, ik ga heel even toch een toelichting erbij doen. Als het lukt, als het mag. Want bij racisme denken mensen ja, eigenlijk heel erg in extreme. Terwijl er heel veel subtiliteiten zijn. En bij racisme denken mensen van inderdaad, nou ja, weet je, ik zeg, we lachen erom. Maar er zijn wel echt heel veel mensen die zich racistisch bejegend voelen als je wit zegt in plaats van blank. Maar racisme naar witte mensen bestaat niet. Waarom niet? Omdat racisme dus de combinatie van raciale vooroordelen en macht is. Op het moment, ik kan heel erg discriminerend zijn naar witte mensen. Ik kan mezelf superieur voelen aan witte mensen. Maar ik heb geen macht om ervoor te zorgen dat zij minder kans hebben op werk in de maatschappij. Ik heb geen macht om ervoor te zorgen dat zij vaker worden gecheckt door de Belastingdienst met toeslagen. Ik heb ook geen macht om ervoor te zorgen dat zij vaker worden aangehouden. Ik kan wel grappig doen over sluikhaar en het hondenhaar noemen bijvoorbeeld. Maar dat zorgt er niet voor dat mensen niet naar hun werk kunnen met hun natuurlijke haar. En dat is andersom
in dit geval dan, wel zo. Dus het is echt die combinatie van ja, raciale vooroordelen en macht, wat het tot echt racisme maakt, dat invloed heeft op de kansen die iemand heeft in het leven. En dan gaan we naar vraag 2. Dat was heel serieus ineens. De vraag, waar kom je vandaan, is 1. Interesse. 2. Een microagressie. Ja, nou, ik denk dat we aan de hand van de reacties wel kunnen zien wat in ieder geval het antwoord is dat ik bedoel. maar om het ook weer even toe te lichten. Hè, tenzij je bedoelt inderdaad, waar kom je vandaan, waar was je net? is de vraag, waar kom je vandaan, meestal een microagressie. Een microagressie is een hele subtiele belediging waarvan men eigenlijk zelf soms niet eens doorheeft dat het of het een belediging is of dat het beledigend is. Waar kom je vandaan? Stel je die vraag ook aan bijvoorbeeld witte Nederlanders? Nee, want dan ga je ervan uit, je bent van hier. Maar ik ben bijvoorbeeld geboren en getogen in Nederland. Dus ik ben ook gewoon van Nederland. Ik denk de ene laatste keer dat iemand mij deze vraag heeft gesteld, zat ik in de bus, ik zei, ik kom van mijn werk. Ja. Dus ik maakte die connectie niet, maar het is echt, zeg maar, men wil weten wat je afkomst is. Ze willen weten waar je voorouders vandaan komen. En ik kreeg de vraag, denk ik, gisteren of eergisteren. Gezondheid. En ik zei, nou ja, even kijken, ik zie iemand heel erg. Iemand moet bewegen hier, ja. Ik zie ze heel erg zwaaien boven. Dus die vraag die ik kreeg, ik zei gelijk het is triggering, want ik zie het nut er niet van in. Wat maakt het uit waar mijn ouders zijn geboren? Wat maakt het uit waar hun voorouders vandaan komen? Maar als je het wil weten, ik ben in Nederland geboren, mijn ouders zijn in Suriname geboren en hun voorouders zijn ontvoerd uit Afrika. Daar kom ik vandaan. Maar wat er gebeurt is dat mensen denken dat ze die vraag uit interesse stellen. Maar er zijn zoveel andere manieren om iemand beter te leren kennen. Wat is je lievelingseten? Wat zou je doen als je nooit meer hoefde te werken? Waar kan ik je voor wakker maken in de nacht? Wat was het leukste moment op je dag vandaag? Dat zijn vragen waarmee je iemand als persoon leert kennen. Maar als je gaat vragen waar iemand vandaan komt, dat zegt niets over wie die persoon is. Ik was voor het eerst naar Suriname toen ik 12 was. En ik weet nu nog steeds niets over de politiek in Suriname. Ik heb heel veel liefde voor het land en ik voel me er echt thuis. Maar ik denk dat ik meer Nederlands ben dan dat ik Surinaams ben. Dus op het moment dat je die vraag stelt en je denkt van oké, maar ze is Surinaams, dus dan houdt ze van rijst met kip. Ik hou van patat en aardappels. Dus die koppeling die meestal wordt gemaakt met afkomst en wie een persoon is, ja, daar gaat het mis. En dat maakt het een microagressie. En voornamelijk ook dat op het moment dat ik zeg, waar kom je vandaan? Nederland. Nee, waar kom je echt vandaan? dan gaan we naar vraag 3. En dan moeten we even nog terug naar een fotootje. Even kijken waar je de foto ziet. De foto zie je aan de zijkant. Ik hoor iemand heel hard lachen. Ik ga even de context hierbij uitleggen. We gaan de context erbij uitleggen. Er was onlangs een groep influencers op Instagram die, en ik citeer, dit is hoe ze het zelf hebben gebracht, licht gingen brengen naar Curaçao of in Curaçao of op Curaçao. Ze zijn niet van Nuon. Ze gingen, wat gingen ze doen? Knuffelen met hondjes in een asiel. Ze gingen luisteren naar dames in een blijf van mijn lijfhuis. Dus ze gingen mooie dingen doen op Curaçao en zij noemden dat licht brengen. Maar de vraag is, hoe noem je zo'n groep, in dit geval witte, geprivilegeerde mensen, dus mensen met veel privileges,
hoe noem je zo'n groep? Maar ik zie dat de vraag, zeg maar, de antwoorden zie ik al. Dus ik denk dat we even nog terug moeten, Julia, naar, zeg maar, de antwoordmogelijkheden. Kan dat? Nee. Nou, de antwoordmogelijkheden zijn vrijwilligers, missionarissen, barmhartige Samaritanen of witte redders. En de cijfers boven lijken een beetje misleidend, maar het is verdeeld over 3 antwoordmogelijkheden. Dus ik denk dat het is, zeg maar, 12 voor vrijwilligers, 2 voor missionarissen, 7 voor barmhartige Samaritanen en 133 voor witte redders. Witte redders is het juiste antwoord. Ga ik ook weer toelichten. Ze doen natuurlijk ook gewoon wel vrijwilligerswerk, dus enigszins een strikvraag. Maar het is wel de anti-racisme quiz. Dus het antwoord hoort wel te passen, zeg maar, bij het onderwerp. Witte redders zijn in dit geval witte mensen die het gevoel hebben dat zij mensen in een niet-witte cultuur, van niet-witte afkomst, moeten verlichten. Moeten redden uit een vervelende, erbarmelijke situatie. Dat doen ze heel vaak, zeg maar, wel in het buitenland. Dan niet in Nederland, maar in het buitenland. En dan voelen zij zich weer wat sterker. Maar er is een heel hoofdstuk over in het boek. En het boek krijgen jullie allemaal mee, dus daar kunnen jullie meer over lezen. Maar dat is dus witte redders. En in het boek staat ook uitgelegd wat er zo kwalijk aan is. Want er is natuurlijk niet slechts aan goed willen doen. Maar de vraag is, wil je goed doen om een ander te helpen of wil je goed doen voor een pluimpje? En vooral voor de show en voor de Instagram-foto's. En combineren met een cocktail en een mooie fancy reis. Dus waar doe je het voor, zeg maar? We mogen naar de volgende. En dan weer een fotootje als het goed is. Ja, want ik zeg maar, nou ja, mijn familie weet dat ik mijn verjaardag niet vier. Dus dit is, zeg maar, 10 verjaardagen voor mij of zo. Ik heb iedereen daarom ook uitgenodigd van de familie, van ja, ik heb een feestje. En deze boeklancering met deze dresscode was echt een big thing voor me. En ja, bij big things horen big shoes en ik dacht Louboutin. Want dat zijn mooie statige schoenen. Dan heb je het echt gemaakt. En zij hebben een hele prachtige schoenencollectie met nude shoes. Dus ook in mijn nude, want dat was het thema van vandaag. Somebody's nude. Nude is niet alleen het beige, het crème. Nude is ook wat ik nu aan heb. Dus ik ging vol goede moed naar Louboutin. En ik heb een paar schoenen gepast. Maar in de winkel hadden ze alleen beige. Ja, je kan ze online bestellen. Ja, ik ben hier om te passen. Ik ben hier om te kijken hoe het staat bij mijn huis. Moet ik de donkerste kleur hebben? Moet ik een tintje lichter hebben? En waarom zijn ze niet gewoon in de winkel als diversiteit zo belangrijk is voor jullie als dat jullie zeggen? He, want ze hebben een gigantische campagne gedaan. Ik weet niet of jullie het voorbij hebben zien komen. He, al die vrouwen met verschillende huidskleuren en dan allemaal nude shoes. En we love diversity and diversity, diversity, diversity. Dus hoe noem je het wanneer organisaties, he, zo promoten dat ze voor diversiteit zijn, maar dan als je in de winkel aankomt, dan, ja, dan is het niet echt wat. Noem je dat inclusie op aanvraag? Vraag en aanbod? Of woke washing? Ik zie heel veel overleg. Maar ook hier een duidelijke winnaar en dat is woke washing. Ja, woke washing is een Amerikaans woord en het is dus wanneer organisaties of mensen for that matter doen alsof ze woke zijn. Dus doen alsof ze ingelezen zijn, alsof ze actief zijn op een bepaald gebied. Meestal, ja, een goed doel. Dus denk aan duurzaamheid. Dan noem je het ook greenwashing. Maar dus, ja, iedereen weet trouwens wat woke is. Ik hoef dat niet uit te leggen. Ze doen alsof ze woke zijn, maar ze zijn het niet. Dus dat heet wokewashing. En dat is wat er hier gebeurt. Ze doen alsof ze diversiteit heel belangrijk vinden. Maar hoezo zou ik niet die
in-store ervaring mogen hebben. Dat ik gewoon de Louis Vuitton winkel binnenloop. En dat ik daar gewoon vandaan ga met een paar schoenen in mijn nood. Zo belangrijk vinden ze het dus toch niet. Ik mag het gewoon online kopen. Ja, mogen we door naar de volgende. Ik zou Chanel niet zijn als ik ze daar niet op had aangesproken. Op Instagram. Getagd. Als je een organisatie zo publiekelijk aanspreekt, ja, daar is een naam voor. En de vraag is die naam cancel culture? Is het een call-out of is het een call-in? Ja, ik denk dat ik zit echt met een stel antiracisten hier. Het is een call-out. Een call-out is wanneer je een bedrijf of een bekende persoon publiekelijk aanspreekt op dingen die zij beter zouden kunnen doen. En dan zeg ik het, nee, ik ben het aan het kleiner maken dan het is. Je zegt gewoon wat ze verkeerd hebben gedaan. Een call-in is wanneer ik een privébericht heb gestuurd. Ik had onlangs naar een andere influencer waarmee ik heel goed contact heb al een tijdje. Ik zag dat ze iets had gepost over mevrouw Meiland. Die wat racistische dingen had geroepen. En ik zag het eerst in haar stories. Dus ik denk, weet je, laat maar gaan. Je hoeft niet altijd overal op te reageren. En vervolgens, dat is mijn lieve nichtje. En vervolgens had ze op haar profiel wat gepost. En toen dacht ik, ja, maar nu kan ik niets meer zeggen. Maar de vraag was, ga ik haar dan een comment achterlaten of ga ik haar privé aanspreken? En met haar heb ik dan nu wel die connectie. En we praten gewoon heel vaak met elkaar. Dus ik denk, ik stuur er even privé een berichtje. Dat is een call-in. Ik zeg je even privé van, hey, what's going on? En ze had de ophef niet meegekregen. Want ja, net zoals ik, heeft ze het nieuws gewoon niet gevolgd. En ze wist het dus niet. En daarna heeft ze het wel verwijderd. Maar dat is dus een call-in. En cancel culture, ik dacht dat toch wel meer mensen dat zouden kiezen. Cancel culture is wanneer je echt oproept tot boycott. Ik heb niet gezegd, niemand moet meer bij Louis Vuitton kopen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens. Ik heb gezegd, ze zeggen dat ze voor diversiteit staan, maar ze hebben geen diversiteit in de winkel. Dus er is een groot verschil tussen cancel culture, want heel veel mensen roepen van, ja, je wordt gecanceld. Nee, ik roep je ter verantwoording. Je moet gewoon even verantwoording afleggen voor wat je hebt gedaan of wat je hebt gezegd. Voor hoe je in het leven staat. Of nee, je hoeft niet, maar ik vraag het wel van je. En dat is dus het verschil tussen een call-out en echt cancelen. Dan is het echt dat ik zeg, oké, maar jullie moeten allemaal, hè, ik heb nu 20.500 volgers, en jullie moeten allemaal niet meer bij Louis Vuitton kopen. Ik weet niet hoeveel daar kochten, maar niet meer doen. En dat is dus cancel culture. Dan gaan we weer door naar de volgende. Ja, als zwarte uitgesproken vrouw krijg ik heel veel reacties. De reacties op mij als persoon zijn vaak anders dan op witte vrouwen. Maar hoe noem je eigenlijk die opvallende haat waar zwarte vrouwen mee te maken hebben? Is dat waar alle puntjes naartoe gaan? Misogynoir. Misogynoir, is dat seksisme of is dat racisme? Nou, dat is natuurlijk misogynoir. En dan gaan we dat woord even uitleggen. Dat is een combinatie van twee woorden. Misogynie, hè, dat is een duur woord voor vrouwenhaat. En noir, dat is gewoon het Franse woord voor zwart. Dus het is een combinatie van die twee woorden. Waarom? Omdat de haat die zeg maar zwarte vrouwen waar ze mee te maken hebben, is niet alleen maar omdat ze vrouw zijn, maar ook omdat ze zwart zijn. Het is niet los te koppelen. De ervaringen die ik heb zijn anders dan de ervaringen die zwarte mannen hebben. Maar ook anders dan de ervaringen die witte vrouwen hebben. Dus het is niet alleen seksisme of alleen racisme. Het is die combinatie. En dat heet misogynoir. Dat had ook bijna iedereen goed. En dan gaan we naar de volgende. Ik weet niet op welk nummer we zijn. Maar ja, we hebben nog wel even. De volgorde is een beetje off. Maar we gingen even terug naar de Louis Vuitton schoenen. Want zij hebben dus één kleur in de winkel. Dat beige, dat crème kleurige. En dat is voor hun de nude kleur. De vraag is, het gebruik van deze kleur als de nude. Dus zeg maar dat als je in een winkel vraagt naar nude ondergoed of huidskleur ondergoed. Dan komen ze aanzetten met een beige ding. En dan kijk ik even naar ze.
dat is niet mijn huidskleur. Oh, u bedoelt bruin? Ja, nude. Maar het is dus zo gewoon in de maatschappij om dat als nude te gebruiken. Hoe noem je dat? Dat we dat in de maatschappij, dat ze dat in de maatschappij als nude zien. Noem je dat witte fragiliteit, wit centreren, of noem je dat anti-zwart racisme? Nou ja, hè, wit centreren. Wit centreren is eigenlijk hoe we als maatschappij gevormd zijn om witte mensen te behagen. Witte mensen kunnen gewoon naar de kapper lopen en geholpen worden. Ik hoef dat niet met mijn natuurlijke haar te doen. Deze vlecht ook niet. Maar ik hoef niet met mijn afro gewoon een willekeurige kapperszaak binnen te lopen. En ja, kan je even voor mij knippen of kan je even wat aan mijn haar doen? Want dat kunnen heel veel kappers niet. Wordt ook gewoon niet behandeld op de kappersopleiding. De kappersopleiding is exclusief afrohaar, zeg maar. Wit centreren is nude. Ja, wit centreren is dat je in de HEMA heel veel verschillende kleuren... Of nee, wit centreren is de make-up lijn van Nicky Plessen. Ja. 5 van de 7 kleuren zijn gemaakt in een verschillende tint beige. En 2 zijn gemaakt in een kleur donkerder. Maar dat is gewoon omdat haar focus gewoon is op mensen met een hele lichte huidskleur. En dat is bewust of onbewust. Bewust of onbewust. Maar dat is wel wat het fenomeen wit centreren is. Dus het is niet... Ja, we zitten gewoon in een maatschappij die ons op die manier heeft gevormd. Hè? Het is niet altijd iets dat iemand denkt van... ik ga gewoon niets maken voor donkere mensen. Nee, het is gewoon... ik maak iets voor de mensen die ik ken. En dat is wat er gewoon gebeurt. Maar dat heet dus wit centreren. Ja, we mogen door. Dat was echt niet racistisch, hoor. Of het was maar een grapje. En goed om te weten, hier kan je meerdere antwoorden kiezen. Ja, hoe noem je dat soort uitspraken? Noem je dat gaslighting? Noem je dat tone policing? Noem je dat micro-invalidaties? Of noem je dat witte fragiliteit? Gaslighting kent iedereen al. Ja, dat is gaslighting en dat is een micro-invalidatie. Gaslighting is een manipulatietechniek, tactiek. Dat komt uit een toneelstuk, dat heet Gaslight. En in dat toneelstuk ging de man zeg maar steeds de gaslampen dimmen. Zonder dat hij dat zei tegen zijn vrouw. En zij zag dat, want ja... het licht wordt gewoon minder fel. En ze zei dat. En hij zei nee hoor. Waardoor zij op den duur dacht dat ze gek werd. En het is een manier om mensen laten twijfelen aan zichzelf. Want als iemand gewoon steeds tegen jou zegt... nee, maar dat is niet racistisch. Dan denk je gewoon, oké, dan misschien ben ik gek. Of nee, maar het was maar een grapje. Dan misschien ben ik gek dat ik zo overdrijf. Dat is gewoon wat je denkt op den duur. En micro-invalidatie is eigenlijk hetzelfde. Het is een andere naam. Een micro-invalidatie is eigenlijk dat iemand wat tegen jou zegt... en jij zegt dat het niet zo erg is als dat diegene zegt. Invalidate someone. En het was maar een grapje. Nou, als iemand tegen jou zegt, nee, maar dat was racistisch... en jij zegt het was maar een grapje... dan eigenlijk invalideer je die persoons gevoelens en ervaring. Dan zeg je gewoon, nee, maar wat jij ervaart, wat jij nu aangeeft... dat doet er niet toe. Ik zeg dat het maar een grapje was. Dus het is zowel gaslighting als micro-invalidatie. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Oh ja, nee, hele belangrijke. Dit is de laatste vraag. Wanneer heb je de status van bondgenoot, van ally, bereikt? Dan ga ik weer achter me kijken. Na het lezen van het antiracisme handboek. Wanneer je het opneemt voor een Marokkaanse collega? Nooit. Of als je je altijd uitspreekt? Ja. En sorry. Ik heb jullie gepakt, toch wel op het eind. Ja, ik zeg nooit. Waarom? Alleen uitspreken is niet genoeg. Het gaat er ook om dat je jezelf challenged. En op het moment dat jij denkt dat je de status van bondgenoot hebt bereikt... ga je jezelf niet meer challengen. Want dan denk je van, ik ben er al. Ik spreek me altijd uit, toch?
Ja, maar wat doe je als jij zelf wordt aangesproken? Wat doe je als jij zelf iets denkt in een split second? Ga je met jezelf dat gesprek aan? Maar juist als je denkt dat je al een bondgenoot bent, ja, dan hou je eigenlijk jezelf tegen. Dus ik zeg juist, weet je, het is een marathon en die duurt gewoon tot het eind van je leven en dan ben je nog niet bij de finish. Dus ja, sorry, nooit, maar ook een beetje altijd. Ik heb het zo een beetje goed gemaakt. We hebben nog 9 minuten, dus dan mag ik nu een vragenrondje doen. Als er mensen zijn die een vraag willen stellen. Weet ik niet. Ja. Geen. Nee, ik denk niet dat dit, zeg maar, de vraag is wat ik het leukste hoofdstuk vond om te schrijven. Dit boek was niet leuk om te schrijven. Het was trigger na trigger na trigger. En ik heb heel bewust, zeg maar, dat gedeelte niet echt erin opgenomen. Omdat het gewoon, ja, het is geen leuk boek om te schrijven. Ik heb het gedaan omdat het moet. En niet omdat ik er nou echt zin in had. Ik kan wel vertellen wat het zwaarste was om te schrijven. En dat was gewoon anti-zwart racisme. Daar komen heel veel persoonlijke voorbeelden in voor. Van geliefden, van mensen om me heen. En ja... sommige dingen, dan had ik er net over geschreven en dan zag ik het diezelfde dag nog gebeuren. Sommige dingen waren eigenlijk, weet je, voor mij vooral theoretisch. En dan zie je het ineens in de praktijk gebeuren. Dat was gewoon heel heftig, heel intens. En ik heb ook echt heel lang gedaan. En het is denk ik ook het langste hoofdstuk. Met de meeste voorbeelden, omdat anti-zwart racisme... ja, als zwarte mensen, zeg maar... Kijk, newsflash voor de mensen die het nog niet wisten... Ras bestaat niet. Er is één ras voor mensen. Dat is een menselijke ras. Er zijn geen biologische verschillen tussen mensen... waarvan de voorouders uit Afrika komen... of waarvan de voorouders uit Europa komen. Die verschillen zijn er niet. Maar er is ooit verzonnen dat er verschillende rassen zijn. Waarom? Zodat witte mensen bovenaan konden staan. Daaronder kwamen Zuidoost-Aziaten. Dus mensen uit China, mensen uit Japan, Korea... daaronder had je dan de savages, de wilde, de mensen uit Afrika. En daarboven had je dan nog, zeg maar, andere mensen van kleur. De zwarte mensen staan onderaan. En wat ik ook in het boek uitleg, is dat, zeg maar, dat zwarte mensen naast het gewone racisme... ook echt anti-zwart racisme te verduren hebben vanuit gemeenschappen van kleur. En... ja, mensen van kleur die dus niet zwart zijn, voelen zich ook gewoon oprecht beter. Omdat dat, zeg maar, de psychologische rangorde is van hoe de mens is ingedeeld. En daardoor is dat hoofdstuk ook veel uitgebreider. Want ja, daar moest ik gewoon meerdere aspecten van racisme in meenemen. Dus dat was gewoon heel triggering. Want ja, ik ben nou eenmaal wel een zwarte vrouw. Dus ja, ik hoef niet eens alles meegemaakt te hebben. Maar om te weten dat die kans wel groot is dat ik dat ooit nog ga meemaken... dat mijn prachtige familie die hier zit, mijn nichtjes dingen gaan meemaken, mijn neefjes dingen gaan meemaken. Ja, dat was niet fijn om, zeg maar, te bedenken. Dus ja, je vraag was, wat is het leukste? Ik heb beantwoord wat het meest vervelende was, maar ik heb dan een vraag beantwoord. Ik denk, we hebben nog 6 minuutjes, maar ik denk dat we... oh, nee, sorry, grapje. Ik zie daar nog een vraag en daar zag ik nog een vraag. Ik ga eerst naar... Wacht, er komt iemand naar je toe met een mic. Helemaal alsof het zo'n tof event is. Kijk, Minchenoes is daar met de gekleurde jurk. Ja, erg. Oh, je houdt hem zelf vast, oké. Okay. Sorry, geen dresscode. Maar ik ben wel blij dat ik hier ben. Een vraag aan jou is... wat zijn de helende activiteiten die jij onderneemt naast dit? Want ik, tenminste vanuit eigen ervaring, weet ik dat ik soms zo boos kan worden... en me zo machteloos voel. En dat ik het dan nodig heb om op te laden... en om met mensen, like-minded people, te zijn. Wat doe jij om ook heel te blijven en dit met ons te kunnen delen? Ik neem massages bij Flex Fysiotherapie. Ja. Nee, ik... mijn neef, zijn prachtige vriendin, is fysiotherapeut. En ik heb letterlijk morgen een sessie bij haar staan... omdat ik weet van, hey, dit vandaag wordt weer veel. En dan haalt zij even alle spanning voor me eruit. En we hebben nu een tijdje geleden, ik denk een maand geleden... om de 2 weken gewoon afspraken gemaakt... zodat ik regelmatig die
gedwongen ontspanning noem ik dat, want dat heb ik gewoon echt nodig. Je moet, je ligt nu en ga ontspannen. En dat heb ik gewoon nodig, dus dat is wat ik doe. Precies, het moet echt uit mijn lichaam, dus, en daar is ze heel goed in. Dus ik ga naar haar. En er was daar nog een vraag bij Shakira. Ik had eigenlijk precies dezelfde vraag, voor ongeveer dezelfde vraag. Maar omdat je al zei, het is geen leuk boek om te schrijven, wat logisch is. Want ik weet wat je hebt gedaan voor jezelf na het schrijven van het boek. Of wat je van plan bent om te ontladen. Ik wil op vakantie, maar ik wacht... Waar is hij? Waar is Win? Ik wil op vakantie, maar ik wacht tot hij, zeg maar, tot mijn partner ook vrij kan krijgen. Hij is net met een geweldige nieuwe baan begonnen. Dus ik wil naar Curaçao. Als Corendon of zo meekijkt. Nee, dus ik ben echt toe. Ik denk, zeg maar, iedereen zegt altijd welverdiende vakantie. Ik denk dat dit echt een welverdiende vakantie is. Ik denk dat we er nu dan wel zijn qua vragen. En dan gaat Julia nog zo'n leuke huishoudelijke mededeling doen over hoe we, zeg maar, de zaal gaan verlaten, foto's gaan maken en jullie boek en kunnen krijgen. Hallo allemaal, ik sta op het balkon, dus jullie mogen omkijken, maar het hoeft zeker niet. Kijk maar gewoon naar mij. Kleine huishoudelijke mededeling, inderdaad. Jullie zijn met velen gekomen en dat is heel erg fantastisch. En er staan jullie straks buiten de zaal een aantal dingen, leuke dingen, vooral leuke boeken, jullie af te wachten. Maar probeer ervoor te zorgen dat niet iedereen tegelijkertijd een boek gaat halen, maar dat ook een aantal van jullie eerst gewoon lekker naar de bar gaat of nog een foto maakt bij de prachtige backdrop, zodat we een beetje de crowd verspreiden. Er is genoeg voor iedereen, dus maak je geen zorgen. En we moeten strakjes de zaal weer ombouwen voor alweer het volgende programma. Dus het is wel heel fijn als jullie niet te lang in de zaal blijven hangen. Heel veel dank en veel plezier. De mic nog aan? Nee, hij is al uit. Of is hij nog aan?